Hallo, wij zijn Ludovic, Bas, Elodie en Katrien. En wij zijn van WITKIDS on the Road. Wij zijn vandaag in het mooie Schelderland om het fort van Liezelen te ontdekken in Puurs. Oei. Welkom. Dank u. Het fort van Liezelen. Gaan we de film kijken? Hier komen we in het fort zelf. En we hebben natuurlijk een grote centrale gang die naar de verschillende zijgangen leidt, waarin destijds al de faciliteiten ondergebracht waren. Daar zat een ziekenboeg in, een keuken, badkamers, dat zat allemaal in die zijgangen. En ook de kamers waar de soldaten moesten slapen, die waren hier verderop in het fort. Die gaan we straks ook nog bezoeken. Een vers broodje. Hier was de keuken van het fort. Hier moest men voor enkele honderden soldaten het eten klaarmaken. Zijn die broden nog echt van vroeger die ze gemaakt hebben? Nee, die zijn er niet. Ik denk dat men die al eens ververst heeft. Ja, dat denk ik ook wel, Basje. En de soldaten, die konden hier niet zitten, hè? Die moesten aanschuiven in de gang met een bord. Met een gamel. Zo'n metalen blik, een handvat aan. Kwamen ze langs en hier kregen ze dan hun eten. En dan gingen ze terug naar hun kamer om het daar op te eten. Die mochten eten in hun bed. Ja. Altijd op bed, op bed. Altijd op bed, op bed. En die kamers met die bedden, die zitten daar achter. Ga eens kijken. Ja. Daar gaan we nu eens naar kijken. Dat zijn de bedjes van toen. En dat zijn ook de echte bedjes van toen. En je ziet hoe dat elke dag opnieuw moest opgeplooid worden. Dat was een soldatenkamer. En je ziet, ze sliepen met zo'n 12 in één kamer. Voilà, we zijn aan het einde van het bezoek gekomen, Bas. Ik denk dat het hoog tijd wordt om de schat een keer open te maken. Een gasmasker. Ja, en het is een echt gasmasker van net voor de Tweede Wereldoorlog. Chic, Bas. Zie je?